Wie wordt Mr. Gay Belgium 2018? Dat komen we vandaag te weten tijdens het finale gala dat doorgaat in het Antwerpse Theater Elkerlig. Show me to a hiding place. Take me to outer space. Outer space. I want you to be my friend. We'll make it to the world end. En waar gaan jullie op letten, juryleden? Op het totaalpakket letten. Dat wil zeggen dat de verpakking absoluut telt. Maar wat de mensen te zeggen hebben en hoe ze het zeggen. Let natuurlijk wel een beetje op de presentatie, vind ik wel belangrijk. Maar vooral de boodschap die ze willen uitdragen. Ik denk vooral dat ze zich goed voelen in hun vel. Dat ze een mooie persoonlijkheid hebben, een mooie charisma. Dat ze vooral goesting hebben om er te staan. Let vooral op uitstraling en verbaliteit. Wanneer dat te pas is. En wanneer dat het niet te pas is, is het toch de attitude. Eigenlijk een beetje op alles. Ik hou nogal van mensen die het kunnen zeggen. Die wat grappig zijn. Ja, waar ik eigenlijk het meest op let als jurylid, is dat de kandidaten hoe ze zelf overkomen als ze naar het publiek toespreken. De 32-jarige Bart Hesters uit Locristi werd verkozen tot Mr. Gay Belgium 2018 en mag zich 1 jaar lang de LGBT-ambassadeur van ons land noemen. Eerst en vooral enorm genieten en het allemaal even laten bezinken. En dan voor de rest wil ik vooral mijn thema dat ik gebruikt heb als campagne binnen mijn tijd als finalist bij Mr. Gay Belgium, wil ik die zeker niet vergeten, dus oudere LGBT'ers in mijn zorgcentra. En voor de rest ga ik zien wat er een beetje op me afkomt. Ik wil me natuurlijk niet richten enkel op de oudere holidays, maar echt voor iedereen er zijn. Ik had mijn eigen heel laag voorgesteld, zodat de teleurstelling niet te groot zou zijn. Maar ja, ik ben natuurlijk over de wolken heen dat ik een podium plaats heb en dat ik nog een jaar samen mag werken met de organisatie. Dus ik en Bart zijn ook 2 van mijn beste vrienden in de wedstrijd geweest. Dus dat is zalig om nog een jaar met die gasten te mogen meemaken. Ik ben er zeker van dat Bart zijn uiterste best gaat doen, dat Bart een waardige opvolging gaat zijn. Maar hoe dan ook weet ook ging worden, het ging sowieso waardig zijn. Maar ik ben er nu 100% zeker van dat de titel Mr. Gay Belgium met eer, geweten en waarde zal gedragen worden. Ik denk dat we als jury overeengekomen zijn dat Bart net dat tikkeltje extra heeft. Dus ik wens hem heel veel succes toe het komende jaar. En ik denk ook wel dat we een hele goede ambassadeur hebben om thema's rond de holibierechten op tafel te gooien. Blijf Bart en de verkiezing volgen via mrgaybelgium.be.